Deze week ga ik op zoek naar verborgen schatten in de polder. Bijzondere verzamelingen en verhalen van Flevolanders. Als het goed is, woont hier in Rutte niemand minder dan Ferdinand. En die is hier en die verzamelt niets anders dan tractoren. Of trekkers of trekmachines. En ik denk dat dat hem is. Je hebt flink wat van die machines staan, hè? Ja, samen met mijn vader, hoor. Dag, vader. Mijn vader is 52 jaar geleden begonnen in de Noordoostpolder met een mechanisatiebedrijf. En daar is hij begonnen met Renault-trekkers te verkopen. Ja, daar is een beetje voorliefde van. We vinden het leuk en nou ja, je koopt eens een keer wat en je knapt eens een keer wat op. En nou ja, zo breidt de verzameling wel een beetje uit. Dat is toch heerlijk? Je krijgt geen fanfare tegenop. Ready, fight. Die, mother. Het mooiste wat er is. Daar kan ik dan zitten. Ja, je kan eigenlijk, het is een beetje onverantwoord eigenlijk, maar. Dit mag wel toch even? Ja. Mooi hoor. Dit is een mooi geluidje toch? Je ruikt het, je voelt het, het gaat gewoon door je hele lichaam heen. Het is gewoon fantastisch, dat is toch lekker. Het is nog echt wel trekkerrijden. Geen stuurbekrachtiging, dus je moet gewoon werken als je aan het stuur trekt. Radio hebben we niet, maar dat heb je niet nodig, want je hebt het geluid van de trekker. Nu vertelt u zo de hele tijd, vertelt hij het een beetje goed? Helemaal. Ja, hoor. Dat klopt wel. Ja, nee, dat klopt precies. Hier staan ook nog een stuk of wat. Deze heb ik ooit eens een keer gekocht. Een klant van mijn vader had twee van die dingen. Toen was ik echt een klein ventje en toen was het echt een megatrekker. Ja, maar dan kijk je er echt zo van. Ja, maar het is ook een grote. Als je hem vergelijkt, vergelijk hem met die twee kleintjes. Ja. He, dat is echt een megading. Het is ook een zeldzaam, hoor. Er zijn er niet zoveel meer van in Nederland. Dat vind ik gewoon leuk. Dat is ook een trekkertje van mij. En nou, deze die gebruik ik eigenlijk als het gesneeuwd heeft. Daar heb ik ook al een keer mee in de krant gestaan. Heb ik hier een sneeuwschuifje voor. En dan ga je het dorp even. Ja, doe ik door het dorp, de stoep en zo. De rest mag de gemeente doen, maar de stoep en bij de bejaarden, bij de kerk hou ik gewoon de stoep. Een beetje sneeuwvrij, dat vind ik leuk. En dit is jouw relax-trekker? Ja, dat is een beetje mijn relax-trekker. Wat gebeurt er dan op jouw relax-trekker? Yo, ik ga lekker zitten en ik luister naar de dingen. Het is een tweecilindertje, het is tok, 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 tok. Het is een heerlijk geluidje. Hij rijdt lekker. Het is lekker wendbaar en ik ga lekker naar buiten en... ja, gewoon even je kop leegmaken. Vind ik heerlijk. En dan hoor je rijden met dat ding. Fluiten, een beetje de wind. Ik hoor de wind, ik hoor de vogels, ik hoor mijn trekkertje en meer hoeft niet te horen. Nee, dat is heerlijk. Dat vind ik echt fijn.